De zwarte farao's. Misschien fronst u even het wenkbrauwen. Zwarte farao's. Ja, Egypte is een warm land, maar zwart. En dat is juist het bijzondere van deze tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Want de zwarte farao's, dat gaat over een periode uit het oude Egypte dat de Nubiërs, dat zijn zwartere mensen die in het zuidelijk deel van Egypte en het noordelijk deel van Soedan leefden, ongeveer 600 voor Christus de macht hadden overgenomen. Zij hebben ongeveer 100 jaar lang het grote farao-rijk beheerst. Daarna zijn ze weer wat teruggegaan naar het zuiden en hebben een erfenis achtergelaten van prachtige gebouwen die echter voor het grootste gedeelte onder het zand zijn verdwenen. In de Nieuwe Kerk een tentoonstelling over de zwarte farao. We gaan even rondkijken en praten met Mirjam Hoyting. Zij gaat ons uitleggen wat deze tentoonstelling allemaal behelst. De zwarte farao. Doet u het ook een beetje denken aan een Surinaamse Sinterklaas? Klopt niet helemaal. Of klopt het juist wel? Mirjam Hoyting, jij bent een van de organisatoren van deze tentoonstelling, De Zwarte Farao. Waarom klopt het wel? Nou, er zijn zelfs mensen die zeggen alle farao's waren zwart. En in die zin hebben ze nog gelijk ook. Het is maar net waar je de grens tussen blank en zwart stelt. Als je zegt dat iedereen die niet blank is, zwart is, hè, dus in wat voor gradatie dan ook, dan hebben ze gelijk. Maar er zijn dus een aantal dynastieën in Egypte zelf echt zwart geweest. Toetankhamon was echt zwart. Maar wat hij niet was, hij was geen neger. En dat is het verschil met de zwarte farao's die in de Nieuwe Kerk te zien zijn. Dat zijn Nubiërs. Die kwamen uit het zuiden, die kwamen ten zuiden van Egypte vandaan, uit het huidige Soedan. En dat zijn negroïde mensen. Dus in dat opzicht zijn het echt zwarte farao's. Die andere farao's waren dus wel donker, want het was een zonnig land, maar ze waren niet negroïden. Hoe komt het nou dat negers, negroïde farao's bestaan hebben? Die werden toch, als ik dat zo'n beetje herinner, gezien als slaven in dat soort landen? Nee, een slaaf was iemand van een andere klasse. Dat had niets te maken met je huidskleur. Er werden wel uitermate discriminerende dingen gezegd en racistische dingen gezegd. Maar de slavernij staat daar los van. Een slaaf kan ook blank zijn. Een slaaf is gewoon iemand die heel laag is en die de slechts betaalde of de onbetaalde arbeid verricht. Het heeft verder niets in die tijd met je klasse, met je huidskleur te doen. Sorry. Hoe komt het dat we zo'n idee krijgen? Want als we naar films kijken, ik herinner me films van Cleopatra, dan stonden daar dus altijd hele grote Nubiërs. Dat klopte dan, het waren Nubiërs, die stonden daarachter, heel zwart en heel indrukwekkend. Maar dat waren duidelijk niet de koningen. Nee, je had in de Nubië had je natuurlijk ook een hele grote gelaagdheid in de maatschappij. Je hebt ook daar koningen, je hebt ook daar slaven. En de mensen die dus in Nubië de laagste posities bekleden, zijn dat ook blijven doen in de periode dat ze door de Egyptenaren werden overheerst. He, dat blijft hetzelfde, terwijl de Nubische koningen in de tijd dat ze door de Egyptenaren werden overheerst, ook als vicekoning werden aangesteld. Dus de elite bleef gewoon elite. En het lagere volk, volgens die klasseindeling, bleef dus ook, zeg maar, slaaf. Dat is altijd onveranderd gebleven. En als je zegt van ja, je noemt meteen Cleopatra en je hebt meteen over zwarte Nubiërs, dan heb je ook meteen dus het clichébeeld van de geschiedschrijving. Een beetje Hollywoodbeeld, hè? Ja, precies. En Cleopatra die leidt daar toch wel erg onder, want Cleopatra heeft bijvoorbeeld nooit in bad gezeten. Die is pas in de 17e eeuw in bad gezet, omdat er gewoon iemand naakt geschilderd moest worden. Dus wat dat betreft. Maar het geeft dus wel een beetje een idee. Cleopatra, de mooie Egyptische koningin en de slaven die uit het zuiden kwamen. Nou, het is dus ook wel andersom geweest. Er waren ook Egyptische slaven in Nubië werkzaam en er waren bijvoorbeeld ook heel veel prachtige Nubische koninginnen. Toch, zwarte farao's, als ik de beelden die je krijgt van zeg maar de piramide en uit het Egyptisch museum, dan heb ik nooit de indruk gekregen dat die mensen zwart waren. Hoe komt het dat dat stukje eigenlijk vergeten is?
Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken, maar een heel belangrijk punt is dat wij als de archeologen waren gewoon geïnteresseerd in Egypte. Egypte had heel veel te maken met onze westerse roots. We hadden daar het rechtssysteem vandaan gehaald. De Egyptische sculptuur was naar Athene gegaan en heeft als voorbeeld gediend voor onze klassieke sculptuur. En daarbij werd eigenlijk nooit afgevraagd waar Egypte nou die kennis en die kunde vandaan had. En dat is eigenlijk pas in deze eeuw, toen mensen voor het eerst gingen nadenken over, ja, god, er waren ook nog zwarte mensen die iets te vertellen hadden in de maatschappij, kennelijk. Dus er werd ineens gekeken of er bijvoorbeeld sinds het moment dat er dus allerlei zwarte integreerden in onze samenleving, of er misschien ook een soort van gemeenschappelijk verleden is geweest. Misschien zijn er overlappunten geweest. Ik bedoel, dat soort vragen ga je pas bedenken als je met je neus erop wordt gedrukt. Dus dat soort vragen zijn echt van deze tijd. Dus sindsdien wordt er ook bedacht van, hey, maar die Egyptenaren, waar hadden die het vandaan? Hadden die hun kennis misschien wel uit Afrika? En dan blijkt dus dat het hele matriarchaat gaat. Dus de erfopvolging via de vrouwelijke lijn, die altijd zo Egyptisch werd gevonden, is Afrikaans. De Egyptenaren waren perfecte bierbrouwers. Dat hebben ze van de Midden-Afrikaners geleerd. Hun taal is zelfs deels beïnvloed. Hun flora en fauna is deels geïmporteerd uit Zwart-Afrika. Dus er zijn allerlei mechanismen in Afrika bezig geweest. Dat Egypte was geen eiland. Egypte was ook Afrika. Zwarte farao's. Hoe zijn de mensen erachter gekomen dat ze zwart waren? Omdat ik aanneem dat al die stenen beelden, waar ook deze tentoonstelling vol mee staat, dat die hun kleur wel een beetje verloren hebben. Nou, ze zijn nooit beschilderd geweest, zoals de Griekse sculptuur. Maar als je goed kijkt naar de beelden, dan zie je ook dat het echt negers zijn. Ze hebben volle lippen, ze hebben vaak kroeshaar, dat is vaak heel gestileerd weergegeven. Ze hebben hoge jukbeenderen, ze zijn vaak kort van gestalte, ze hebben een korte nek. Dus ja, dat zie je veel in die beelden terug. En als je een beetje geluk hebt, is zo'n beeld dan ook nog gehouden uit zwart graniet. En dan ja, krijg je meteen een soort van... Wat ik me herinner is dat veel van die farao's kunstbaardjes hadden. Was dat omdat ze die niet echt hadden? Nou, er wordt vaak een gestileerde slang weergegeven. Dat is een koningssymbool. En dat ziet eruit als een baardje. Misschien weet ik er niet zoveel van. Wat zijn deze tentoonstelling? Die is samengesteld door een aantal organisaties in Europa samen. De grootste initiator is professor Wildoen. En hij is de directeur van het Egyptisch Museum Papyrussammlung in Berlijn. Dat is het museum op dit gebied. Daar hebben we prachtige spullen ook vandaan. En hij is ook eigenlijk pionier in dit hele Nubië onderzoek. De meeste pioniers zijn natuurlijk al lang dood, want gepionierd werd er in de vorige eeuwen. Maar hij is eigenlijk de eerste die niet in Egypte is te gaan kijken naar wat er in de Soedan is gebeurd. Maar hij is zelf in de Soedan gaan zitten en van daaruit opnieuw een studie gaan verrichten. Nou ja, goed, dat heeft geleid tot een hele indrukwekkende verzameling in Berlijn. Hij heeft collega's geattendeerd op inmiddels hele verregaande resultaten. Dat zie je hier ook. Er is echt nieuw onderzoek gemaakt de afgelopen decennia. Dat wordt hier gepresenteerd. En hij heeft dus Boston geënthousiasmeerd en München en Khartoum, niet te vergeten, hè, Soedan zelf. En daar zijn al die objecten uit samengekomen. Dat zijn 500 objecten in getal, dus het is daarmee ook de grootste tentoonstelling die ooit over het onderwerp gehouden is. Dit zijn niet meer het soort tentoonstellingen wat één clubje in Amsterdam voor elkaar zou kunnen krijgen. Dit moet je internationaal samenwerken. Nou, die internationale samenwerking is heel goed om dus inderdaad objecten bij elkaar te krijgen. Maar het is ook een noodzaak geworden sinds de verzekeringspremies zo verschrikkelijk hoog worden. Dat samenwerking echt een must is tussen de verschillende musea. Dus... Dat is interessant. Dus een deel van de kosten van zo'n tentoonstelling zijn niet alleen het vervoer en het bouwen van al dit soort tempels en displays. Maar het moet ook verzekerd worden. Ja. Kun je een idee geven wat zoiets kost? Nou, dat is niet zo interessant. Het is heel veel geld. Ja, maar ik bedoel, dat gaat om miljoenen om dit te verzekeren. Heel veel geld. Zijn de objecten op zich dan zoveel geld waard?
Ach, objecten kun je niet in geld uitdrukken. Het punt is alleen dat ze onvervangbaar zijn. En dat maakt ze zo waardevol wat betreft de financiën. En dat maakt ook dat verzekeringsmaatschappijen ook echt de belangrijkste beveiliging eisen. Nou, u ziet hier dat het perfect beveiligd is. We hebben hier een aantal zeer professionele mensen continu in dienst die daarvoor zorgen dat deze onvervangbare zaken, ja, prachtig blijven. Om van te genieten in de komende generaties ook nog. Nu staan we hier in een nieuwe kerk, op zich al een museum. De laatste tijd zijn er nogal wat van dit soort tentoonstellingen geweest. Ik heb Boeddha's gezien uit van de Khmer. Is dat een trend aan het worden? Is dat jullie aandachtsgebied om zeg maar vreemde culturen hier te brengen? Ja, nou, we zijn een nationale stichting. We staan in het hart van Nederland, midden op de Dam, naast het paleis. En dit is een monument waar Michiel de Ruiter begraven ligt en waar koningen en koninginnen worden ingehuldigd. Dat wil zeggen dat het een monument is die niet... Nou, dan zou ik juist zeggen, hou al die vreemde dingen er nou uit. Nee, want Nederland is toch niet meer alleen maar Nederland. We zijn juist daarom zo internationaal gericht dat een nationaal monument ingesteld mag worden als een soort van cultuurtempel voor iedereen die zich in Nederland thuis voelt. Dus ik denk dat dat erbij hoort, dat je dus heel veel landen presenteert. Vorig jaar was het Rusland, terugkijkend op een lange historie, Nederland-Rusland. Nu is het de Soedan. In de toekomst zullen meer projecten worden georganiseerd die echt met internationaal karakter hier in de kerk komen. Heeft het er iets mee te maken dat er in Amsterdam niet een echt volkenkundemuseum is? We hebben het Allard Pierson Museum met een belangwekkende collectie antieke kunst. Is er een gebrek aan zo'n volkenkundig museum waar bijvoorbeeld Tibetaanse kunst of dit soort... Nee, er zijn prachtige collecties in Nederland en ook in Amsterdam. Het Tropenmuseum heeft een mooie collectie, Allard Pierson Museum is fantastisch. Maar het verschil is dat musea zijn die al langer dan een eeuw bestaan en verschrikkelijk veel tijd en geld en energie kwijt zijn aan het conserveren van hun eigen collectie. Het grote verschil is dat wij geen collectie hebben en dat we daarmee dus minder opslagruimte hebben. We hoeven ons dus niet te concentreren op het bewaren van allerlei spullen. We hoeven ons alleen maar te concentreren op het lenen van een aantal spullen. Dus dat... En verzekeren, begrijp ik dan? Ja, en dat hoort daarbij. Ja, zorg dragen voor alles wat je van een ander bewaart, daar ben je toch altijd twee keer zo zuinig op. Dus dat, maar nou ja, goed, dus op zich zijn we vergelijkbaar met een museum als je zegt van we stellen dingen tentoon, we laten recent onderzoek zien, maar we verschillen in het feit dat we geen eigen collectie hebben, waardoor we onze aandacht ook echt kunnen concentreren op de tijdelijkheid van de dingen. Ook de bezoekersaantallen zijn hier waarschijnlijk veel hoger dan zeg maar Kuifje in Tibet in het Leidse Museum voor Volkenkunde, waar ze heel blij zijn met 15.000 mensen per maand, maar hier, hoeveel mensen komen hier? Nou, we gaan nu op de 100.000ste bezoeker af. En de tentoonstelling staat, nou, we zijn nu over de helft. Dus ja, het zou prachtig zijn als we hier op deze tentoonstelling nog wat meer bezoekers erbij krijgen. 150.000 ongeveer zou echt fantastisch zijn. Ja. Nou denkt die Amsterdammer van, nou dat is leuk voor de toeristen. Waarom zou ik nou naar de Nieuwe Kerk gaan en hoeveel betalen? 15 gulden? Het is, maar dat betaalt bijna niemand. Want tegenwoordig heeft iedereen een museumjaarkaart. Ik geloof dat je iedere bank waar je een rekening opent of sluit, krijg je al een kaart. Bij de NS ook. Er zijn allerlei arrangementen. Er worden met kranten kun je bonnen uitknippen. Dus bijna iedereen komt hier voor 12,50 gulden of zelfs voor 7,50 gulden erin als je een museumjaarkaart hebt. En verder zijn er nog arrangementen, en dat is misschien wel aardig voor Amsterdammers ook om te weten, voor stadspassers. Iedereen met een stadspas die kan in januari zelfs iedere maandagochtend hier gratis in. En dan krijgen ze ook nog een lezing erbij. En het is ontzettend leuk altijd. Het is altijd heel druk bezocht. Er zijn er gemiddeld zo'n 400 man in de kerk meteen op maandagochtend om 10 uur. Dus dat is echt ontzettend leuk. Amsterdam past op zijn centjes. Ik zag ook dat er op donderdagavond rondleidingen zijn. Op donderdagavond zijn er lezingen. De rondleidingen zijn er altijd, die moeten van tevoren wel gereserveerd worden. Maar op donderdagavond blijven wij altijd open tot 10 uur. En dan is er ook nog een lezing te bekijken, dus gewoon een extra service. Mensen die al in de kerk zijn kunnen dan komen. En nou ja, je ziet het zelf nu al, bij avondlicht wordt het echt fantastisch hier. Dan is het zo'n prachtige ruimte. Dan komt ook de kerk zelf heel erg mooi tot zijn recht. Staat het koperen koorhek staat hier te glimmen. En tussen dat al ook nog eens een keer fantastische voorwerpen. Het verre culturen. Die lezingen zijn heel erg aantrekkelijk inderdaad. Duren van 8 tot 9. Dus dat... Is er nou iets van een culturele zuigkracht naar zeg maar, de mensen uit Suriname, de zwarte mensen? Die zeggen van ik wil dat toch wel eens komen bekijken, want dat heeft iets met mijn cultuur te maken. Komen die er meer dan normaal? Ik heb de indruk van wel, ja. Het is eigenlijk... deze kerk is toch altijd wel heel duidelijk nationaal gericht geweest. Ik zeg niet voor niets dat we ons juist graag internationaal oriënteren, omdat we niet alleen maar met Nederlanders hier ook
wonen, maar ook met heel veel Nederlanders. En het is opvallend bij deze tentoonstelling hoeveel donkergekleurde mensen hier komen. Zeer veel. En ook zeer enthousiast zijn. En kennelijk iets herkennen. Ik begrijp dat wel. Ja. Dit geeft een heel positief beeld van zwarte mensen, negroïde mensen als koningen. Als heersers over een heel groot rijk. Terwijl de meeste geschiedenis gaat over ja, de slaven. En wat minder, daar kun je wat minder mee identificeren misschien. Nou, of als je het omdraait, zou je ook kunnen zeggen, het gaat over een zwarte overheersing in plaats van over een blanke overheersing. Ja. En dat is een keer wat anders. Vroeger was het zo dat, ja, ik stel me ook wel eens voor zoals schoolkinderen, die moeten het ook hartstikke leuk vinden, want het is enorm gemêleerd. En als je bedenkt, ja, een paar jaar geleden, je ging weer met je schoolklas naar Pompeji. Stond je daar bijvoorbeeld als Surinaamse jongen, stond je weer te kijken naar die prachtige witte beelden uit Griekenland. Wat had je daar nou toch mee? En ik kan me voorstellen dat je hier inderdaad wel wat mee hebt. Dat je zoiets hebt van, ja, nou wij even, hè, moet je eens kijken. Ook wij hebben hier wel wat in de melk gebrokkeld in de geschiedenis. Even dan terugkomend op die geschiedenis, over welke periode gaat het? Ik lees ergens de Kushit, 25e dynastie. Er waren een heleboel dynastieën in Egypte. Je had het Oude Rijk en het Nieuwe Rijk. Waar moeten we dit ongeveer plaatsen? Nou, de geschiedenis van het Nubische volk als cultuur bestrijkt zeg maar een enorm gebied. Want er zijn hier zowel objecten uit de steentijd als in het begin van de Romeinse tijd. Dus dan heb je het over een periode van 5000 jaar. Zeg je nou van ja, waar zaten die Nubiërs echt aan de macht? Dan hebben we het over de periode tussen ongeveer 1000 en 750 voor Christus, dat ze echt opkwamen en hun belangrijkste machtjaar hebben gehad. Daarna hebben ze nog een jaar of 1000 doorregeerd alsof ze farao's waren. En voor die periode zijn ze dieper naar Afrika getrokken. Maar dan spelen ze geen rol meer als machthebber in de Egyptische geschiedenis. Nou was er ongeveer tussen 500 en 600 voor Christus een periode in de geschiedenis dat zowel in Griekenland als Boeddha die in die tijd leefde, er enorm veel gebeurde. Was dat een tijd dat die Nubiërs daar aan de macht waren? Dan moet je even de geschiedenislijn iets verder terugtrekken naar bijvoorbeeld het begin van het christendom. En trek de vergelijking maar met de geschiedenis van het Oude Testament. Om maar eens een bron te nemen die ons heel vertrouwd is in onze cultuur. En die toch ook een deel van wat hier te zien is behandeld. Er zijn Nubische koninginnen geweest die in bijvoorbeeld het boek Handelingen der Apostelen voorkomen. Nou, dan zie je een overlap. Er is toen verschrikkelijk veel gebeurd. Er is een enorme verdeeldheid ontstaan in het Mesopotamische gedeelte. Er is, het is het ontstaan van de grote cultuur op Kreta en in Griekenland. Vasteland, zowel als op de eilanden. Het is, ja. En dan praat je dus over die 7e tot de 5e eeuw voor Christus. Ja, het is een enorm. Ja, als je dus globaal in de wereldgeschiedenis kijkt, is dat een zo essentiële periode geweest. Omdat dat een periode is geweest waarin het ijzer op mondiaal niveau voor het eerst gebruikt wordt. Nou, dat betekent dat je wapens kan maken, dat je je grond kan ploegen. Dat je dus je paard voor een wagen kan zetten. Dat is. Betekent dat ook dat je mooiere tempels kunt bouwen, dat je makkelijker beelden kunt uithouden? Ja, dat betekent het. Ja. En dat je dus hele grote sculptuur kan maken en dat je hele zware stenen kan vermalen. En ja, je hebt macht over alles wat in je omgeving is. Nu wordt er in Egypte, vinden ze om de zoveel jaar nog wel een van de weggestopte grafheuvel of een tempel. Verwacht je dat in Nubië nog veel meer gevonden zou worden, omdat zeg maar, dat zand daar toch veel hoger is opgewaaid en dat is veel meer woestijn dan wat er nu in Egypte is? Ja, er is een hele grote klimaatverandering heeft er plaatsgevonden, waardoor de Nijl gedaald is, het waterstand van de Nijl is gedaald en daardoor komt er dus ook weer minder vocht in het land terecht, waardoor het zand ook echt ongebreideld zijn gang kan gaan, dus die zandduinen staan enorm op. Ik denk eerlijk gezegd dat de belangrijkste dingen in Nubië nog gevonden moeten worden. En ik verwacht dat dat binnen 2 jaar, 3 jaar zal gebeuren. Dat verwachten ook de archeologen die op dit moment bezig zijn met de permissies. Dus echt de grote koningsgraven, die zijn er nog niet. Maar daarvan bestaat toch wel het vermoeden waar die zich bevinden. Nou Marjan, je hebt iets ons uitgelegd over de zwarte farao's, waar ze gewoond hebben. En u kunt dat zelf gaan bekijken in de Nieuwe Kerk. Tot en met 1 februari. Tot,
Tot even. Behalve eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Maar voor de rest iedere dag en op donderdagavond tot 10 uur. Nou, in ieder geval tijdens de kerstvakantie een fantastische gelegenheid om eens rond te gaan kijken naar de zwarte farao's. Dankjewel. Graag gedaan. Een van de leuke dingen van de tentoonstelling De Zwarte Farao's is dat er een audiovisuele ondersteuning is. Nou, vroeger was dat een meneer die het u uitlegde en dat kan ook nog steeds. Maar hier heb je tegenwoordig een apparaat, dat is een geen cassette, maar een cd, een cd-rom in feite. Die zit in een apparaat, daar zitten knopjes op en dan kun je dus afhankelijk van het nummer wat bij het object staat een code indrukken, 1 tot en met 10 of nog verder. En dan hoor je dat stukje van de tekst wat je op dat moment ziet. Dat is dus wat anders dan de bekende cassettetapes, want die kon je alleen maar van het begin tot het eind afluisteren. Hier kun je dus een CD-ROM afluisteren. En overigens, niet dezelfde CD-ROM, maar een CD-ROM met plaatjes, die is er ook. Dat is deze, de Sudan CD-ROM. Maar we gaan even met Toon praten. Toon, jij bent van ARTS. En ARTS is de organisatie die de Black Farao's in rondleiding CD-ROM vorm heeft gemaakt. Ja, zij zijn werkzaam ook in heel Europa, over de hele wereld. Ze maken rondleidingen voor musea. Dat is een semi-CD-ROM. Dat is in verschillende talen verkrijgbaar. Er zit bijvoorbeeld een talenselector op. Je hebt maar 1 CD-ROM en daar staan alle talen op? Er staan 4 talen op, maar afhankelijk van het aantal talen dat is ingesproken. Je kunt het Engels, in het Frans en in het Duits kun je de talen opvragen. En hoeveel minuten tekst staat er in totaal op? Dat is 1,5 uur tekst, maar het is afhankelijk van hoeveel je af wilt luisteren. Misschien word je net wel een beetje zat na een uurtje. Nou, als je na 1,5 uur zat bent, toets je gewoon, stop je even. En dan kun je doorgaan naar de rest. Je bent dus niet afhankelijk van een bepaalde route, zoals u zelf ook al zei. Maar je bepaalt zelf de route en je kunt alles kriskras door elkaar beluisteren. Dus je bent niet meer van mensen die, als er 20 mensen voor je rij ergens staan, waar iedereen staat te kijken van, hey, kan ik even weggaan. Een persoonlijke rondleiding en je hoeft niet eens te wachten. Je kunt gewoon dat horen wat je wilt horen. Oké, nou, dat is een project van ARTS, dus een aardige toepassing van CD-ROM technologie, zit in speciale kastjes, heel handig. Speciaal ontwikkeld, kunnen opgeladen worden en er zitten knopjes aan. Dus gewoon praktische computertechniek op de tentoonstelling De Zwarte Farao's in de Nieuwe Kerk. Dit indrukwekkende beeld van de god Amon laat zien hoe nauw de culturen van Egypte en Nubië met elkaar verweven waren. Zo, in de gedaante van een ram met grote krullende horens en een zonneschijf op zijn kop, zag de god eruit. Dat was de stellige overtuiging van de Nubiërs. De Egyptenaren daarentegen beelden de zonnegod uit als mens. Toch werd dit cultusbeeld gemaakt in opdracht van een Egyptische farao, Amenhotep III. Dat was omstreeks 1360 voor Christus. Toen hij als heer van Nubië in het Nubische plaatsje Soleb een tempel liet bouwen. 700 jaar later gaven de Nubische farao's van de 25e dynastie het beeld een nieuwe bestemming in een van hun eigen tempels. De betekenis van het beeld was voor hen niet echt veranderd. Ja, je kunt individueel horen. En kijken. Ja, ik vond het heel erg leuk. Oké, dank u wel. Fijn, dank u.